Geachte leden van de Raad van de gemeente Hardenberg. Dames en heren op publieke tribune en mensen die ons thuis bekijken. Van harte welkom op deze raadsvergadering van dinsdag 19 september 2017. Vergadering verklaar ik voor geopend. En ik meld de afwezigheid van mevrouw Hansen, mevrouw Van der Hoek. Verder zijn er geen mededelingen te doen. Dat brengt ons bij agenda punt 2, de actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? Niet het geval. Dan gaan wij door naar agenda punt 3, vaststelling van deze agenda van 19 september. 2 bespreekstukken staan op de agenda. Dat blijft ook zo, begrijp ik. Akkoord, daarmee is deze agenda vastgesteld. Het spreekrecht bij de agendapunten. Agenda punt 4. De heer Vos heeft zich gemeld, ook schriftelijk, en zou ook nu hier willen inspreken. Meneer Vos, van harte welkom hier in de raad. U mag gebruik maken van het spreekgestoelte. De spelregel is maximaal 5 minuten. Dat houdt de griffier in de gaten. Aan u het woord. Als u het knopje nog zou willen indrukken daarboven. Ja. Dank u wel. Als het goed is, heeft u deze brief gekregen en daar wil ik graag een toelichting over geven. Er zitten veel goede elementen in het omgekeerd inzamelen. Ik wil het graag hebben over die delen waarvan ik denk dat ze enige verandering zouden moeten hebben. Mijn vrouw die wil niet meer het afval in de kliko doen. Dat vraagt mij iedere keer. Want iedere keer als ze de kliko open doet, komt er een zwerm van vliegen uit. Er zitten onder de deksel allerlei ongedierte, zoals slakken. En ik heb een romantisch plaatje van slakken meegebracht. Naaktslakken in innige liefde. Ik zal het positief houden. En er zit een ander beestje in mijn kliko. Ook een romantisch plaatje. Dit zijn fruitvliegjes, alleen een beetje uitvergroot. Heel romantisch plaatje. En iets wat, een diertje wat graag ons bloed lust. Want er zit een plassen in de kliko en daar broedt dit beestje graag in. En je kunt zien van, hij is rood van opwinding. Van ons bloed. Dat zit allemaal in onze kliko. En dat komt omdat wij graag dit in onze kliko achterlaten. Rottend fruit. En u ziet, oh, ik hou hem op de kop. U ziet, daar zitten ook fruitvliegjes op. En die fruitvliegjes hebben maar 4 dagen nodig om een nieuwe generatie voor te brengen. En dan ziet het als de kliko wordt geleden, ziet dat er ongeveer zo uit. Al die kleine stipjes, dat zijn allemaal maden. En die zijn van de fruitvlieg afkomstig. En als ze nog niet volwassen zijn, dan is het een leuke soep. Kijk, dat ziet er ongeveer zo uit, wat in mijn kliko zit. Maden. En als dat nou het ergste is, dan gaat het nog wel. Maar 3 weken geleden kwam ik bij mijn kliko en ik kwam deze tegen. Dit is een beest wat van nature niet in Nederland tegenkomt. Dit is de Oriëntaalse wesp. Die is zo groot als uw pink. Er zijn maar 12 steken nodig voor dit beest om een kind te laten sterven. En die is door mij in Hardenberg gesignaleerd bij mijn kliko. Op dit moment is dit het beestje wat alle vliegen en ongedierte weg kan halen. Het beleid van Hardenberg is tot nu toe geweest bomen snoeien, kappen en alles. Deze heeft nestgelegenheid nodig. Als wij de bomen kappen, en in het centrum van Hardenberg zijn er 1000 bomen gekapt. Ik heb ze geteld. Wat ik zou willen, is dat er een nieuw beleid wordt uitgestippeld, zodat deze flora en fauna, met de uitzondering van de vogels, geen plek krijgen in mijn kliko. Dank u wel. Dank u wel voor uw betoog, meneer Vos. Ik weet niet of er vragen zijn voor u. De heer Mulder steekt zijn hand. Meneer Mulder. Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Vos, mag ik vragen, hoe vaak zet u uw kliko, en nou weet ik niet welke, over welke container u het heeft. Ik heb het over de restafval. De restafval. Maar zou al datgene wat u daarin doet aan afval van het, vanuit de keuken, zou dat nou niet in de groene container moeten? Nou, want dan hebt u de mogelijkheid om zelfs per 14 dagen de container aan de weg te zetten. Klopt. Maar een verpakking die vuil is, moet in de restafval. Je mag alleen maar schoon plastic in de plasticafval doen. En je mag alleen maar snoei- en keukenafval in de groene bak doen. Alles wat niet dat is, moet in de restafval. En dat is nou juist wat in mijn restafval de problemen geeft. In mijn groenafval, daar heb ik voornamelijk last van, ook van vliegjes, want ik doe mijn keukenafval daarin. Ik heb u de foto's laten zien. En in Breda hebben ze ditzelfde probleem ook gehad. En ze zijn geheel weer teruggegaan naar frequent inzamelen, omdat dat de enige manier is, omdat als dit soort ongedierte in de kliko zit, dat het afgevoerd wordt. Snel afvoeren is de enige remedie voor het probleem wat ik u heb geschetst. En de mensen zijn mensen. De mensen gooien wel eens iets verkeerds in de afval. Maar dan is het de verantwoordelijkheid van de gemeenschap om daar rekening mee te houden. Dat, ook als wij fouten maken, dat het toch snel afgevoerd wordt en dat dat gewoon niet kan ontstaan. En met die Oriëntaalse wesp, ik heb jarenlang in Israël gezeten en ik heb gezien wat één bijenvolk daar kan doen. Het moordt andere bijenvolken uit. En wij zijn een agrarische gemeenschap. Wij zijn in grote mate ook afhankelijk van bijen. En de Oriëntaalse wesp moordt ze uit omdat ze de maden van de bijen willen eten en aan hun eigen larven geven. Akkoord, dank u wel. Voldoende? Dank voor... Ja, het lijkt me goed dat we daar een keer een discussie over voeren, maar niet hier. Dank in ieder geval aan de heer Vos voor de toelichting ook op de vraag die gesteld is. En daarmee kunnen wij dit agendapunt, spreekrecht agendapunt 4 afhandelen. Brengt ons bij agendapunt 5, vaststellen van de besluitlijst van de raadsvergadering van 5 september jongstleden. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen. Ook nu heeft u geen opmerkingen, zie ik. En dat betekent dat we de besluitlijst vaststellen. En dat brengt ons bij agendapunt 6, bespreekstukken, duurzaam afvalbeheer, omgekeerd inzamelen, fase 2. En dat voorstel wou ik in bespreking geven. Er zijn schriftelijke stukken binnengekomen nog. Die heeft u gekregen van een aantal inwoners van deze gemeente. Nou, dat maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Ik doe het op volgorde van grootte van de fractie. Dus de derde keer dat we erover spreken vanavond besluitvormend. Ik begin bij de fractie van het CDA. Die mag ik het woord geven. De heer Nijhoff. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorstellen omtrent afvalbeheer hebben altijd de nadrukkelijke aandacht gehad van de CDA-fractie. Sorry. Duurzaam afvalbeheer heeft ook nu weer veel discussie opgeleverd. Er is zowel mondeling als ook schriftelijk aanvullende informatie verstrekt. Laat ik duidelijk zijn, en dat heb ik ook in de vorige beide oriënterende rondes aangegeven, is dat de CDA-fractie wil voldoen aan de doelstellingen die er gelden met betrekking tot afvalinzameling en hergebruik. Het college is gekomen met een aanvulling op het raadsvoorstel en komt daarmee enigszins tegemoet aan de gemaakte opmerkingen. Namens de CDA-fractie ga ik in op het voorstel. Punt 1. Verlagen van de inzamelingsfrequentie restafval containers van eenmaal per 4 weken naar 1 keer per 8 weken. Opmerkelijk dat een naar de tevredenheid functionerend systeem door u gewijzigd moet worden als daarnaast extra investeringen moeten worden gedaan en flankerend beleid moet worden gemaakt voor groepen inwoners waarvoor het serviceniveau aanzienlijk omlaag gaat. Te denken valt aan jonge gezinnen met kleine kinderen, maar misschien nog wel meer bij ouderen met incontinentiemateriaal of mensen met specifieke medische situaties. Als CDA-fractie blijven we vasthouden aan de inzamelingsfrequentie van eenmaal per 4 weken. Ik zal dat straks in het amendement voorleggen. We stellen echter wel voor om na 2 jaar te evalueren, om de gedragsverandering die moet leiden tot minder restafval, om die ook in beeld te brengen en de voortgang te bekijken. Punt 2. Over de punten 2a en 2b hebben we beide vorige keer al gemeld dat de CDA-fractie daarmee kan instemmen. Het aanbieden van PMD via containers in plaats van zakken geeft de oplossing voor praktische problemen, maar zal naar onze mening ook kunnen bijdragen aan een betere scheiding van het afval. Dan punt 3. De inzameling van GFT in het buitengebied opnieuw in te voeren. We hebben daar zeer kritische geluiden over naar voren gebracht in de vorige vergaderingen en ook gevraagd om daarvoor een keuzemogelijkheid te bieden. Portefeuillehouder, in uw vorige mondeling beantwoording en ook in de vorige week toegezonden aanvullende informatie geeft u aan dat zowel op basis van rechtsongelijkheid als uit administratieve en praktische problemen daarvoor geen ruimte bestaat. U komt daarbij niet met concrete problemen. De CDA-fractie ziet wel in dat de gemeente Hardenberg een behoorlijke inhaalslag kan maken met de hoeveelheid ingezameld GFT. Ondanks dat er in de berekeningen naar onze mening onterecht geen rekening wordt gehouden met zelfcomposteren en u er ook voor kiest om inwoners in hoogbouw niet de gelegenheid te bieden hun afval te scheiden. In combinatie met de door u voorgestelde verlaging van het vastrechtarief voor 2018 met €25 voor onze inwoners en de voorwaarden van keuzemogelijkheid zou het CDA in kunnen stemmen. De CDA-fractie dient dan ook samen met de fractie van Op Koers.nu het volgende amendement in, waarvan het dictum luidt: besluit punt 1 te wijzigen in de inzamelingsfrequentie van het restafval in containers ongewijzigd te laten, eenmaal per 4 weken. Hierdoor hoeft er niet geïnvesteerd te worden in extra ondergrondse afvalsystemen voor restafval. 2. Punt 3 te wijzigen in de inzameling van het GFT in het buitengebied opnieuw in te voeren op basis van vrijwilligheid. En indien dit niet mogelijk is, de Raad hierover voor 2018 te informeren. En punt 3. Punt 4 aan het besluit toe te voegen, de afvalsystematiek na 2 jaar te evalueren, zodat ook meerjarige gedragsveranderingen gemeten kunnen worden en de Raad hierover uitgebreid te informeren. Kort, dank u wel. Dit amendement gaat onderdeel uitmaken van de beraadslaging nummer 1. Ik wil toch nog ingaan op uw voorstel om het vastrecht voor 2018 met €25 te verlagen. Op zich wel een duidelijk gebaar van uw kant en betekent ook een lagere lastendruk voor onze inwoners. Echter, onze vraag was juist een verschuiving van vast naar variabel om zo sterker te stimuleren richting minder restafval. Problemen door toename van zwerfvuil en een dekkingstekort voor de vaste kosten beschoot u blijkbaar als zwaarwegender. Tevens wil ik nogmaals het belang van goede communicatie voorleggen. 13 kilogram papier, 8 kilogram PMD en 23 kilogram groente- en fruitafval moeten door een betere bewustwording van zowel duurzaam afvalbeheer als ook lagere kosten door minder vaak aanbieden van restafval tot minder restafval leiden. U hebt als college wel een beweging gemaakt, maar tot nu niet voldoende voor de CDA-fractie. Akkoord, dank voor uw bijdrage. Er is 1 amendement ingediend. Dat gaat nu, zoals gezegd, onderdeel uitmaken van deze vergadering. De fractie van de ChristenUnie, aan wie mag ik het woord geven? De heer Mulder. Dank u wel, voorzitter. Het duurzaam afvalbeheer. Het omgekeerd inzamelen fase 2, nadat fase 1 in een eerder stadium is ingezet. Voorzitter, om te komen tot fase 2 is er een zeer in onze beleving een zeer zorgvuldig traject ingezet waarbij iedereen is betrokken. Plaatselijk belang, burgers, raadsfracties, allen zijn benaderd om zo te verkennen wat is de beste methode om te komen tot een geslaagde uitvoering in de gemeente Hardenberg. Van afval naar grondstof is het gedachtegoed. En deze gemeente en deze raad wil de landelijke doelstellingen halen met betrekking tot het inzamelen van afval. De doelstellingen en ambities worden nadrukkelijk in het voorstel gepresenteerd. Voorzitter, maar de hoge ambities komen op dit moment niet tot uiting op de ranglijst van het ROVA-inzamelgebied, waar de gemeente Hardenberg ook onder valt. En voorzitter, uit de sorteeranalyses van de gemeente Hardenberg komt de scheidingsdrang nog niet echt naar voren. En daar hebben we nog een paar slagen te gaan. Als we kijken naar onze partnergemeente binnen de BOA, dan heeft zij al een beste slag geslagen. Uiteraard is van invloed dat de gemeente Hardenberg geen GFT inzamelt in het buitengebied. Er is veel gesproken over dit onderwerp in de oriënterende rondes en heel veel vragen zijn gesteld aan de portefeuillehouder, de heer De Vent. En zo langzamerhand is mijn fractie van mening dat de wethouder wel een groot compliment mag krijgen. Want heel veel vragen en wensen zijn gehonoreerd. We zijn het dus niet eens met wat de CDA-fractie aangeeft. Met de informatie die wij de afgelopen donderdag mochten ontvangen, kijkt mijn fractie met een tevreden blik terug naar het proces. Voorzitter, en de raadsfracties die hier aan tafel zitten, hebben allen bijgedragen, ook het CDA, aan het resultaat wat nu voor ligt. Het vastrecht wat met €25 naar beneden gaat. Spreiding van de ondergrondse verzamelsystemen, ook in de grotere woongebieden, wat doorgaat. Het inzamelen van incontinentiemateriaal wanneer de gebruiker niet in staat is om het weg te brengen, komt de helpende hand van de gemeente in de vorm van het Clean Team. Wat ik net trouwens niet hoorde bij de CDA-fractie, maar een duidelijke toezegging is geweest van de wethouder. Zodra er ontwikkelingen zijn op het gebied van verwerking van incontinentiemateriaal en luiers, zal er door deze gemeente direct worden aangesloten. Maar voorzitter, mijn fractie ziet natuurlijk wel dat wanneer de inzameling van de grijze container naar eens per 8 weken gaat, dat er met name knelpunten ontstaat bij bijvoorbeeld jonge gezinnen, die kinderen nog in de luiers hebben. Met een aantal van deze jonge gezinnen heeft mijn fractie contact gezocht en wat wij van hen terugkregen was: tja, bij de scheiding van afval kunnen wij nog wel een slag maken. Maar vooral, en wanneer mijn container vol is, wat dan? Waarbij we konden aangeven dat er 24/7, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 365 dagen per jaar het afval naar een ondergrondse verzamelingssysteem gebracht kon worden. En dat werd zeer gewaardeerd. En ook daar vraagt de fractie van de ChristenUnie, wat ook het CDA aangaf, met name in het communicatieplan aandacht voor. Het communicatieplan is essentieel in dit traject. Voorzitter, van ons wordt gevraagd om in te stemmen met dit voorstel. En mijn fractie heeft de fantastische inzamelingenresultaten gezien van de gemeente Staphorst. En mijn fractie is daar best jaloers op. En waarom zou dit niet in de gemeente Hardenberg kunnen? Met de voorstellen die nu worden gedaan. Zo vraagt mijn fractie zich af. Maar stelt ook die vraag aan de andere fracties. Dank u wel. Dank u wel voor de bijdrage van de zijde van de ChristenUnie. Gaan naar de VVD. De heer Gelling. En nu het woord. Voorzitter, dank u wel. De fractie van de VVD schaadt zich voor een groot gedeelte achter de fractie van het CDA, die in het voortraject vorige jaren, moet ik bijna zeggen, al een heleboel dingen kenbaar gemaakt hebben ter zake het ophalen van het vuilnis. En zo nu weer in de verschillende oriënterende rondes is al een heleboel gezegd. Er is al veel geschreven en veel gedaan. En het zou niet verbazen als u de vorige besprekingen gevolgd heeft dat mijn fractie wat kritischer is ter zake het plan dat nu voor ligt. Althans gedeeltelijk, en ik zal u proberen mee te nemen waar het wat ons betreft op wrikt. Maar niet dat ik gezegd heb dat wij het vervelend vinden dat na zo'n lange periode voor zo'n belangrijk onderdeel als wat nu voor ligt er eigenlijk nog steeds geen consensus is. Het betreft namelijk geen klein onderwerp, het is niet iets wat een paar mensen aangaat, maar voor de hele gemeente, 24.000 huishoudens samengevat, hebben hier dagelijks mee te maken. En het zou ons gesierd hebben hier als raad als we daarover een eenduidig standpunt zouden hebben kunnen innemen. Want dat is namelijk het aardige, naast het grote belang daarvan is de doelstelling eigenlijk niet ter discussie. Iedereen is het erover eens dat het duurzaam ingezameld moet worden en de doelstellingen zijn ook duidelijk geformuleerd. Het grote verschil wat onze fractie betreft zit hem eigenlijk in de weg ernaartoe. En we hebben het al een paar keer gezegd, wij geloven niet zozeer in het strafbeginsel wat er nu ligt. Wij zijn meer van de prikkel. Je moet mensen stimuleren om iets te doen en niet afstraffen. Gedragsverandering werkt ook zo. Je moet mensen stimuleren. En wat wij raar vinden, en ik sluit dan toch gelijk even aan op de fractie van het CDA, is dat we in iedere discussie hebben gevraagd aan de portefeuillehouder waarom het maar niet goedkoper werd. Immers, als de dienstverlening afneemt, was het ook logisch geweest dat daarmee de kostprijs zou afnemen. En daar kregen wij eigenlijk nooit antwoord op. En wat ons betreft was er ook enige sprake van verbazing toen wij afgelopen donderdagavond ineens te kennen kregen dat het voorschotbedrag wat de ROVA in rekening brengt kennelijk substantieel veranderd is. Dat deed natuurlijk de vraag naar boven komen, was dat nou niet bekend? Hè? Is dat nou iets wat plotseling naar voren kwam? En hadden we dat niet eerder kunnen communiceren, waardoor er iets van een prikkel had kunnen worden gegeven ten zake het beleid wat hiervoor ligt. Dus vraag 1 is eigenlijk, ja, wanneer was dat bekend en waarom kwam dat pas zo laat? Maar vervolgconstatering is eigenlijk, als wij alle onderliggende stukken goed beoordelen, dat kennelijk iedereen tamelijk tevreden is met het huidige systeem zoals het nu voor ligt. En het ook, niet onbelangrijk, de doelstelling voor 2020 volgens de cijfers zou worden gehaald. Er is dus wat onze fractie betreft geen reden om met spoed het systeem zoals het nu ligt direct aan te passen omwille van het halen van doelstellingen, want dat gaan we toch wel doen. Althans, de doelstelling voor 2020. En verder voorstel even heel kort. Het voorstel rammelt wat ons betreft een paar kleine dingetjes. Een container van 240 liter in uw voorstel bij de weg zetten kost €9,21 en een zak in de ondergrondse container kost €1,19. En die zak is naar opgave 40 liter. Dat zou betekenen dat er 6 zakken in een container gaat en dat zou het gevolg hebben dat de container aanmerkelijk duurder is dan het deponeren van een zak. En het lijkt erop dat u een beetje gaat naar, en dan nog over, even voor ik het vergeet, de hoogbouw. In het schema wat u gepresenteerd heeft is de hoogbouw uiteindelijk de categorie die het meeste profijt heeft financieel bezien van het voorgestelde systeem. En dat is nou net de enige categorie waar geen GFT ingezameld kan worden. Dat lijkt in ons betreft tamelijk inconsequent. Maar wat ons betreft, voorzitter, zou het goed zijn, en daar wijken wij iets af van de fractie van het CDA, dat u nou zo'n duidelijke keuze gaat maken. Want het agendapunt heet ook nog steeds omgekeerd inzamelen. En dat is het eigenlijk niet meer. Hè. 2 jaar geleden was uw voorstel om omgekeerd in te zamelen. Maar wat we nu doen is laagfrequent inzamelen. En dat is toch principieel wat anders. Maar het lijkt erop dat u toch zo langzamerhand aankoerst op het systeem van toch omgekeerd inzamelen. Immers, de containers worden neergelegd, de infrastructuur wordt ten dele voorbereid. Maar we maken nog een rondje van 1 keer in de 2 maanden om zij die nog een container hebben, toch maar te voorzien en hem op te halen. Wat ons betreft zou u zou eigenlijk het voorstel uiteen hebben mogen vallen in 2 onderdelen. En dat is eigenlijk primair heel veel aandacht op het hergebruik van de goederen, de PMD en de GFT. Want daar vindt u ons wel in. Dat is ook hoofdzakelijk het hergebruikonderdeel wat leidt tot het bereiken van de doelstelling. En daarover is eigenlijk heel weinig discussie. Wat ons betreft had dat wel gemogen. Waar bij ons fout gaat is op het restafval. Want niet alleen vinden wij dat het een grote stap is om te komen van 1 keer in de 3 weken naar 1 keer in de 8 weken, maar met name de prikkel die daarvoor ontbreekt. En wat ons betreft krijg je dus de gedragsverandering hoofdzakelijk, ik zei het al, door het maken van een prikkel. Maar ook principieel, en daar heeft mijn fractie 2 moties voor voorbereid, vinden wij dat het hele financiële systeem wat ten grondslag ligt aan deze afvalverwerking wat meer circulair zou mogen worden. In die zin dat er eigenlijk 2 aspecten zijn die wat ons betreft zouden mogen veranderen. En ik heb ze maar voor het gemak in 2 moties uitgewerkt. Mocht u de een wel ondersteunen en de ander niet, dan zou het nog ruimte bieden. Daarbij opgemerkt dat ook deze motie alleen door de VVD wordt ingediend. Voorzitter, mocht er ooit een prijs komen voor de fractie die de meeste moties alleen indient, dan gaan wij die in ieder geval krijgen. Maar in deze, voorzitter, is het de gedachte die erachter zit eigenlijk een hele heldere. Wat wij zien als VVD-fractie is dat u zou moeten zorgen dat als er ergens geld wordt gegenereerd door middel van het ophalen van vuilnis wat overblijft op het eind van de rit, dat het geld niet in de algemene middelen zou moeten terechtkomen, maar dat het geld direct wordt aangewend ter verlaging, ter mogelijke verlaging van de kostprijs van het vuilophalen. En waar doe ik op? Ik heb het een aantal keren bij de begroting ook gepoogd duidelijk te maken. Dat is onder andere de dividenduitkering van de ROVA. Kort samengevat, wat gebeurt er? U krijgt een voorschot, wij brengen het vuilnis en maakt de ROVA winst. Dan keert de ROVA daarop dividenden uit aan de aandeelhouders. En u bent als gemeente Hardenberg, wij zijn als gemeente aandeelhouder van de ROVA. Dus dat betekent dat eigenlijk de kostprijs in mijn beleving van het vuilnis te hoog was. Dat we te veel betaald hebben en dat dat wat terugkomt niet gebruikt wordt ter verlaging van het vastrecht. Althans, dat gebeurde niet. U hebt nu een voorstel gedaan om daar €15 van af te halen. Omdat het uiteindelijk terechtkomt in de algemene middelen. En dat vind ik principieel onjuist. Maar ik denk ook, met name gezien het onderwerp wat voor ligt, dat juist het verkrijgen van deze middelen voor u de smeerruimte zou kunnen opleveren. Om ervoor te zorgen dat er een prikkel wordt bereikt. Waardoor mensen die heel goed gaan scheiden, die heel erg duurzaam bezig zijn met afvalverwerking, daar ook gefaciliteerd in worden. Dus uiteindelijk minder gaan betalen. En hetzelfde nog meer specifieker, ik zal zo het dictum voorlezen, voorzitter. Nog specifieker geldt dat voor de gelden die worden gegenereerd door middel van het ophalen van PMD en GFT. Nou, de PMD-gelden staan al in uw overzicht vermeld. Hè. Dat is bij benadering dat miljoen wat u uiteindelijk overhoudt. Maar ook van GFT schrijft u telkens dat dat geld kost. Het ophalen van GFT, zo zie ik telkens terugkomende stukken, ook voor het buitengebied, dat zou geld kosten. Dat is niet helemaal het geval, want ik zie ook in uw stukken namelijk dat het GFT-afval uiteindelijk in het vergister belandt van de ROVA. En dat u daar heel specifiek in het vorige jaar 200.000 kuub aan groencertificaten voor teruggekregen hebben. Die hebben wel degelijk een waarde, dus het is niet zo dat GFT alleen maar geld kost, maar GFT genereert ook geld. En in de beleving van de VVD-fractie zou u mensen veel meer motiveren, ook in het buitengebied, door niet te zeggen dat het GFT-ophalen geld kost en daarmee lastig is. Maar dat door het verzamelen van GFT uiteindelijk groene energie wordt gegenereerd die terugkomt naar de gemeente. U stookt daar nu uw eigen gemeentehuis van warm, maar dat lijkt mij onheus. Ik denk dat u er goed aan doet om zij die GFT inleveren ook te faciliteren in die zin dat ze dus geld terugkrijgen. Voorzitter, ik hoop dat het duidelijk is. Dat levert dan het... U gaat de moties nog voorlezen, want u heeft ze toegelicht, maar het is goed om toch even dictums voor te lezen. En overigens moet ik u erop wijzen dat dit overheidsgebouw niet is aangesloten op enige gasaansluiting. Dus ook niet op groen gas. Die hoop had ik al, voorzitter, maar uw eigen schrift specificeert niet zodanig dat u vertelt wat u warm stookt, maar alleen maar dat u gebouwen van uw gemeente warm stookt. Maar ik ging er niet vanuit dat deze duurzame kolos hier goed gestookt zou worden. Desalniettemin, voorzitter, zal ik u het dictum voorlezen zoals het hier voorlegt. En dat betekent uiteindelijk ter zake PMD. Draagt het college op om bij de begroting 2018 de te ontvangen baten uit PMD en GFT gekapitaliseerd. Immers de 200.000 kuub groene gas moet nog wel op geld gezet worden. Buiten het begrotingssaldo te houden en vervolgens om de te ontvangen baten uit GFT en PMD afval vanaf de jaarrekening 2017 als ook voor de navolgende jaarrekeningen toe te voegen aan de reserve afvalstoffen. Dank u wel. Dat is inderdaad de motie over de financiële... Ik moet even kijken of ik de goede nu voor me heb. Want... Nou, ze zijn identiek, voorzitter, maar dat neemt niet weg dat ik ook motie 2 toch even zal voorlezen aan u. Dat is goed. De motie 1 is inderdaad dictum de begroting ontvangen baten buiten begrotingssaldo houden. En dan nu motie 2. Motie 2 is dan hetzelfde, maar dan ter zake dividend van de ROVA. En dat betekent dus dan bij de begroting 2018 te ontvangen dividenduitkering buiten het begrotingssaldo te houden. En om vervolgens de ontvangen dividenduitkeringen door de gemeente Hardenberg te houden aandelen. Vanaf de vaststelling jaarrekening 2017 als ook voor de navolgende jaarrekeningen toe te voegen aan de reserve afvalstoffen. Akkoord, dank u wel. Dat is een ROVA-motie, noem ik hem maar, motie nummer 2. Zeker, voorzitter. En dat zou wat ons betreft u dus niet moeten ontmoedigen, maar juist volledig moeten motiveren om vol in te zetten op juist de duurzame doelstellingen zoals ze voorliggen. En hiermee creëert u dan ook vervolgens een aanzienlijk bedrag waarmee u zou kunnen faciliteren datgene dat voorligt. En u wat ons betreft voldoende handvaten zou krijgen om het voorstel dat breed gedragen wordt ook breed uit te voeren. Voorzitter, daar wil ik eerst bij laten. Dank u wel. Voorzitter. Goed, dank. De heer Roddemond, in reactie. Ik heb een korte vraag hopelijk voor de heer Gelling ten aanzien van de eerste motie die hij heeft voorgelezen. U stelt voor om de baten die vrijkomen doordat er gas wordt geleverd aan de gemeente om gebouwen te stoken, terug wordt gegeven aan juist dit doel, hè, de, afval. Nu blijven er dan kosten over voor het stoken van die gebouwen. Waar haalt u dat geld dan vandaan? Want dat moet toch ergens weer vandaan komen voor de gemeente? Norman, dat is volstrekt correct. Maar nu bent u precies waar ik naartoe wilde. Wat we bereiken door middel van de motie zoals die ligt, is dat gelden niet verwateren in de algemene middelen. Dat zou betekenen dat de kosten die gemaakt worden voor het gas wat gestookt wordt, elders in een begroting een plekje zullen moeten vinden. Maar dat maakt het ook zuiver en dat maakt het ook circulair. Akkoord, dank u wel voor de toelichting. Geen vraag meer, dan gaan we naar de fractie van de Partij van de Arbeid. De heer Jonkhans, als woordvoerder op dit dossier. Duurzaam afvalbeheer omgekeerd inzamelen, fase 2. Eindelijk dan, voorzitter, ligt het voorstel over duurzaam afvalbeheer omgekeerd inzamelen, fase 2 voor. We zijn blij met dit voorstel dat invulling geeft aan een breed gedragen wens uit de samenleving om duurzamer met ons afval om te gaan. Duurzamer doordat meer afval grondstof wordt voor andere processen en producten. Zo laten de cijfers onder andere uit de Staphorst, die dat reeds hebben ingevoerd, een forse vermindering van het restafval zien. Dat betekent dus dat er meer afval gerecycled wordt en hergebruikt wordt. Vooral meer GFT, wat kan worden gecomposteerd in plaats van verbranden. Water verbranden is immers duur en zinloos. Maar ook meer kunststof dat hergebruikt kan worden. De inzameling daarvan kost geld, maar de prikkel zit hem in het variabele deel van de inzameling van het restafval. De inwoners van de gemeente kunnen daarop besparen door minder restafval aan te bieden. Dus door beter te scheiden. En dat is kassa voor de bevolking. Dat dit werkt is reeds in vele andere gemeenten te zien die fase 2 al hebben ingevoerd. De kosten vinden we natuurlijk ook belangrijk. Naast dat je dus kunt besparen door minder restafval aan te bieden, zijn we ook blij met de besparingen op het vastrecht door het verleggen van de risico's en voorschotten. Een en ander naar aanleiding van vragen in de oriënterende ronde van 2 weken geleden. Waarbij ook nog eens gekeken naar de hoogte van het vastrecht. Kortom, het systeem bevordert duurzaamheid door het beter sluiten van kringloop en functioneert ook goedkoper. Een staaltje goed rentmeesterschap doen we. Wel hebben we naar aanleiding van diverse oproepen uit de samenleving zorgen over de inzameling van afval met specifieke afvalstromen zoals stoma's en incontinentiemateriaal. Ook grote gezinnen, en dus de studie refereert daar ook al aan, hebben mogelijk een dermate grote afvalproductie dat maatwerk mogelijk vereist is. De wethouder heeft daarover tijdens de oriënterende ronde positief over uitgelaten, maar we zouden toch dat nog even bevestigd willen zien in deze raadsvergadering door middel van een concrete toezegging. Ook hebben we tijdens de oriënterende ronde gesproken over de onevenwichtige verdeling van ondergrondse voorzieningen in de wijken van Hardenberg. Het centrum is zeer goed bedeeld en de overige wijken matig tot helemaal niet. Ook daarvan willen we graag de toezegging herhaald hebben, zodat het evenwichtiger wordt, althans de verdeling. Tot slot, voorzitter, nog een woord over de verbijsterende cynische suggestie tijdens de oriënterende ronde van de heer Dogger van het CDA. De heer Dogger gaf aan nu maar niet fase 2 in te voeren, omdat de jeugd van nature nu al afval optimaal scheidt en dat daarop dit plan moet worden uitgesteld, zodat de nieuwe generatie, wanneer zij huishoudens besturen, de doelstellingen moeten gaan realiseren. We raden de heer Dogger aan de titel van het boek Tegen het Cynisme van de heer Buma ter harte te nemen. Hij roept daarin op om te kijken naar waardetradities zoals rentmeesterschap, de vervuiler betaalt en meerdere principes die nodig zijn om weer met meer vertrouwen naar de toekomst te kunnen kijken. Dank u wel. Dank u wel voor uw bijdrage en de leessuggestie die u nog meegeeft. Er geen vragen of opmerkingen op dit moment. Dan ga ik naar de fractie van Opkoers.nu, de heer Botter. Voorzitter, de fractie van Op Koers wordt Nu heeft kennis genomen van het voorliggende stuk. En op hoofdlijnen kunnen we ons vinden in de voorstellen. Samen met de CDA heeft Op Koers een amendement opgesteld. En dat is ondertussen ook ingebracht door de heer Nijhoff. Daarin staat alles verwoord wat wij van dit stuk vinden. En de wijzigingen die we graag willen aanbrengen. En het zou goed zijn als het college die wijzigingen zou overnemen. We vernemen graag de reactie van de portefeuillehouder om uiteindelijk tot een definitief besluit te komen. Dank u wel, voorzitter. Akkoord, dank voor uw bijdrage. Helder, kort, duidelijk. De fractie van D66, de heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Onze fractie beziet het onderwerp omgekeerd inzamelen of laagfrequent inzamelen op zich als een hele goede prikkel voor onze inwoners om bewust bezig te zijn met afval, maar ook met het inkoopbeleid wat betreft hun dagelijkse goederen. Wat dat betreft is dat wat ons betreft een stap in de goede richting, richting nog minder grijs afval. Natuurlijk zijn we het eens met een aantal fracties zoals PvdA en ChristenUnie dat maatwerk absoluut nodig is wat betreft de inwoners die het nodig hebben, bijvoorbeeld de gebruikers van luiers, stoma's en dergelijke. Maar de wethouder heeft ons wat dat betreft voldoende gerustgesteld in de oriënterende ronde dat daar voldoende oog naar is. PvdA stelde al een vraag van graag bevestiging, ook wij zien dat graag tegemoet. Daarbij rest mij eigenlijk alleen nog maar te stellen dat meerdere fracties dit onderwerp al heel erg lang hebben afgewezen en dat dat een remmende werking heeft. En we zien eigenlijk niet zo goed dat daar ook nog voorstellen aan de grondslag liggen, behalve dan dat we terugkeren naar het huidige systeem van eens in de 4 weken inzamelen. En daarmee ben ik eigenlijk heel erg nieuwsgierig naar hoe het CDA bijvoorbeeld wil streven naar een gedragsverandering en een betere scheiding zonder dit voorstel te omarmen. Tot zover. Akkoord. Dank voor de bijdrage van D66 tot besluit. In de eerste ronde een aantal vragen zijn nog gesteld. Onder andere door de fractie van de VVD, het CDA. Ligt een amendement, 2 moties op tafel. Ik kijk even naar de wethouder of hij op dit moment al gaat reageren. Dat is het geval. Akkoord. Non-verbaal zie ik een bevestiging in ieder geval. Dus de wethouder geeft graag de vloer. Het woord is aan de heer De Vent. Dank u, meneer de voorzitter. Dan staan we weer met elkaar voor het boeiende onderwerp afval. En ik moet eerlijk zeggen, sinds ik het in mijn portefeuille heb ik me nooit zo verdiept nog in zo'n thema als afval. Laat ik dat even voorop stellen. Iemand vroeg mij laatst al, bent u zo langs maar niet de afvalspecialist? Ik zei, nou, volgens mij weet ik er al heel wat van. En er zijn mensen, ook op de tribune, die er nog meer van af weten. En ik als wethouder moet me beperken tot de hoofdlijnen. Maar het is wel een heel boeiend thema, omdat het wel gaat over een heel serieus thema als duurzaamheid en circulaire economie. En dat afval is een heel gemakkelijk product om weg te gooien en niet naar om te kijken, omdat je denkt dat het andere wel voor je opruimt. Maar zo werkt het natuurlijk niet. En ik ben blij te ontdekken dat u ook zegt met elkaar, allemaal, volgens mij, unaniem, dat u het aspect van duurzaamheid ondersteunt, onderschrijft. En als we dat nou als vertrekpunt nemen, dan moeten de rest toch te regelen zijn, zou ik willen zeggen. Duurzaam, maar niet duurder. En dat hebben we gekoppeld. Het aspect niet duurder, daar heb ik ook nog een, volgens mij in de aanvullende tekst die u vorige week donderdag heeft gehad, nadrukkelijk op gewezen. Dat niet duurder, wat ons betreft ook vooral zit in die prikkel die we via DEFTA hadden willen inleggen. En die prikkel is mogelijk als je kijkt zeg maar, naar de sorteeranalyses die voorliggen. Daar hebben wij u uitvoerig over geïnformeerd. Dus we hebben gezegd, er is winst te behalen via het gedrag. En natuurlijk is het zo dat we, als we zouden toegaan naar dit systeem, na een jaar, hè, 2 jaar vind ik dan wel lang, daar kom ik straks nog wel even op terug, gaan kijken van wat heeft het dan ook opgeleverd. En een aantal fracties van u heeft gezegd, ja, in de beleving vinden wij dat die bal wel eenzijdig bij onze inwoners wordt gelegd. En daarom hebben we ook gezegd, oké, als je vindt dat je daar beide verantwoordelijkheid in draagt, ons inwoner, maar ook wij als gemeente, via de systeemkosten, dan zijn we bereid om daarin mee te gaan. En daarom hebben we het voorstel gedaan, misschien in uw ogen wel ongebruikelijk, maar wel heel erg bewust, om te zeggen van het is ons alle belang, het is onze alle verantwoordelijkheid. de zorgen dat een circulaire economie nastreven. Dat was de reden om dat ook aan u voor te leggen. En natuurlijk, in het nieuwe systeem houden we rekening met kwetsbare groepen. Want dat zijn vragen die u regelmatig zijn gesteld, die zijn ook bij ons binnengekomen. Mensen met veel incontinentiemateriaal, grote gezinnen. Daar heb ik vorige keer volgens mij het nodig over gezegd. We hebben in het voorstel, aanvullend voorstel wat u heeft ontvangen, ook kunnen zien dat bij bovenmatig incontinentiemateriaal we ook willen komen tot een financieel voorstel zelfs. Dat staat letterlijk hier ook op papier. En tegelijkertijd hebben we ook gezegd, als je kijkt naar het serviceniveau, de container, OVS, hè, en u heeft ook vorige keer de vraag gesteld van, maar waar komen die ondergrondse voorzieningen dan? Een terechte vraag. Ja, daar hebben we ook gezien dat die, zeker in die grote kernen, nogal gecentreerd zijn. Maar ik heb ook gezegd dat we van plan zijn en bereid zijn om die ook te gaan organiseren in de wijken rondom het centrum heen. Dan kom ik ook al op de vragen van de heer Jonkans terug. In dat pakket ligt voor. En in dat pakket denken wij dat we deze stap kunnen, durven en ook zouden moeten maken. Als je kijkt naar de ervaringen om ons heen, Staphorst is dan misschien, je kunt zeggen, ja, dat is de enige gemeente, is dat nog een referentiekader? Nou, we hebben daar alles naar gevraagd en zij zeggen, als je ook kijkt naar de structuur, hebben we veel overeenkomsten. Die kans ligt er. En gemeente gaat ermee aan de slag, want het werkt bij ons ook. We hebben ook vragen gehad, weerstand gehad in het begin. En na een jaar blijkt het gewoon zo te werken. Soms moet je ook even over die drempel heen. En als we kijken naar sorteeranalyses, dat zijn de kern de feiten, dan blijkt ook gewoon dat er nog veel winst te behalen is. Mogen wij dan ook die prikkel neerleggen bij onze inwoners? Ja, dat vind ik wel. En tegelijkertijd, als u zegt, in de beleving moeten we dat nog zien, in de ervaring zal het nog moeten leren. Oké, kom dan tegemoet. Dat hebben u gedaan via de verlaging van het vastrechttarief. Dat zijn de uitgangspunten geweest voor dit voorstel. Naar een heel langdurig traject. U kunt zeggen, het heeft lang geduurd, maar we hebben alle tijd en moeite erin gestopt om dat ook goed boven water te krijgen. Om te kijken naar waar zitten de pijnpunten. Om te kijken waar zitten de kansen. Wat is er mogelijk in deze gemeente? Die gemeente Hardenberg die graag groen en duurzaam wil zijn. Nou, laten we dat ook met elkaar dan gaan waarmaken nu. Ik ga toe naar de beantwoording van de vraag en uiteindelijk naar het amendement en de moties. Meneer Nijhoff, blij dat u zegt dat wij in ieder geval tegemoet komen voor een deel aan de doelstellingen en de uitgangspunten die het CDA kiest. Ik kom zo nog terug op uw amendement. En PMD geeft u nadrukkelijk aan, dat hoor ik ook breed. Iedereen is blij met de container die er komt voor PMD. Laat het helder zijn. En bewustwording, communicatie, waar u specifiek aandacht voor vraagt. Ik denk dat dat de vervolgstap is naar vandaag. Want ja, het voorbeeld wat is gegeven vanavond van het gezin met veel luier materiaal, jonge gezinnen, dat hoor ik ook. Heel veel mensen begrijpen nog niet precies hoe dat straks gaat werken. Die krijgen beelden in hun hoofd. Die denken, ik moet ver gaan reizen met mijn afval. Dat is niet het geval. En als je dan de combinatie hebt van een container en een OVS-systeem, dan heb je volgens mij een goed serviceniveau. Als je dat uitlegt aan onze inwoners, ook aan mensen met veel restafval, dan zeggen ze, oké, begrijp het en daar wil ik aan meewerken. Het is een kwestie van uitleggen en laten zien. En toch zullen we dan ook uit moeten gaan ervaren. Meneer Mulder, ik dank u voor de complimenten die ik graag overbreng aan de mensen van een ambtelijke organisatie die, ik zou willen zeggen, bijna dag en nacht met het thema zijn bezig geweest, om u ook te voorzien steeds van nieuwe informatie, actuele informatie. Dus dat breng ik graag over. En ja, natuurlijk zouden we als gemeente graag wat hoger op die ranglijst willen, dat heeft u ook zelf kunnen zien. Maar volgens ons is dat ook gewoon heel hard nodig en noodzakelijk. En jonge gezinnen, u heeft het voorbeeld genoemd, daar heb ik er iets over gezegd. En wat niet onbelangrijk is, wat u zegt, 24 uur per dag kun je dat dus ook bedienen. Communicatie heb ik iets over gezegd. Meneer Gelling, blij dat u ook die duurzaamheidsprincipes ondersteunt, onderschrijft, heeft u volgens mij al vaker hier in dit theater ook gezegd. Alleen de weg ernaartoe, daar scheelt u misschien wat van mening over. Maar als u zegt, omgekeerd inzamelen brengt ons misschien op het verkeerde been. Nou, ik denk van niet. Want we hebben hier 2 jaar geleden volgens mij ook al een keer een voorstel behandeld. Toen zouden we overgaan was het voorstel althans naar volledig ondergrondse voorzieningen. Dat was toen nog de term daaraan gekoppeld. En toen heb ik heel veel weerstand bij u gevoeld. Toen hebben we ook gezegd, dat voorstel nemen we terug. Maar wat hebben we gedaan de afgelopen 2 jaar? We zijn de samenleving letterlijk ingedoken om te ervaren wat de mensen hier willen. Wat de mensen willen is service aan huis. Dat is goed gereageerd op onze enquête. Dat heeft u zelf kunnen zien. 1386 reacties. Huishoudens, gezinnen. Verspreid over de hele gemeente, laat het ook even helder zijn. In de grotere kernen, maar ook in het buitengebied. En ook in hoogbouw. En die hebben laten zien en laten merken dat ze dit graag willen. Die service aan huis vinden ze belangrijk. Maar ze zijn ook bereid om met het scheiden een stap verder te gaan. Die bereidheid, scheidingsbereidheid is gewoon heel erg groot. En wat ze ook belangrijk vinden, is dat iedereen gelijkwaardige voorzieningen heeft. Tenzij het qua infrastructuur niet mogelijk is. Dat is misschien wel een ander vraagstuk ten aanzien van de hoogbouw. Toen is die term dus gelanceerd. En dit voorstel, laagfrequent inzamelen, zeg maar, is eigenlijk het vervolg geweest op vanuit het net ophalen vanuit die samenleving zelf. En hoe je het dan nou precies noemt, wij hebben het maar genoemd om laagfrequent inzamelen. En als u dan het vermoeden zou hebben dat, dat dit een stapje is uiteindelijk toch weer naar ondergronds, dat zal moeten blijken. Kijk, wat we nu horen uit de afvalwereld, is dat de hoeveelheid restafval steeds minder wordt. De opgave ligt in de toekomst veel meer voor PMD. En misschien ook wel voor GFT. En met OVS kun je ook gemakkelijk schakelen van systemen. Dus als je een restafvalcontainer wilt ombouwen naar PMD, is dat veel gemakkelijker. Maar vooralsnog gaan we uit van dit systeem. En waar het over 5 of 10 jaar eindigt, dat weet ik dus niet. Maar de afvalwereld verandert wel, dat zeg ik u nadrukkelijk. Daar moet je op voor sorteren. Goed dat u onderschrijft PMD en GFT. En dat we daarin de winst kunnen behalen, die u dan liever ziet terugvloeien naar onze inwoners zelf. Daar komen we straks bij de moties op terug. En dat zal de heer Jansen vanuit Financiën beantwoorden. En eveneens ook uw vraag rondom de bevoorschotting. Meneer Jonkhans. Beter scheiden zegt u is kassa, dat is een mooie term denk ik inderdaad. Want dat ervaren ook mensen heel erg zo. Ik heb altijd gezegd daarbij, het is aan ons ook de kunst, ook als gemeente, om dat ook te laten zien via onze belastingaanslag. Elk jaar krijgen we een belastingaanslag waarin ook precies staat hoe vaak de container is aangeboden. En misschien zouden we daar nog wel een vlaggetje bij moeten hangen. Want heel veel mensen zien dat niet in die totaliteit vaak terug. Dus hebben we wel degelijk bespaard op restafvalscheiding. Dat heb ik ook teruggegeven naar de organisatie om dat in beeld te brengen. Want het bestaat wel degelijk. Ik heb al iets gezegd over incontinentiemateriaal, stoma. Wij gaan daarvoor een speciale regeling ontwerpen. Omdat we ook op basis van ervaringen elders hebben gezien dat het mogelijk is. Zonder dat dat een hele grote greep doet in onze kas, zeg ik dan maar. Maar wel tegemoet koopt aan de mensen, van mensen die daar dagelijks mee te maken hebben. En ik heb al gezegd, het Clean Team zetten wij ook in voor hele specifieke, bijzondere gevallen. Dat is een ervaring die we ook hebben middels in Ommen. En dat werkt gewoon goed. Dan maak je ook afspraken met mensen. Dus dat heb ik toegezegd en dat blijf ik toezeggen. En de ondergrondse voorzieningen in die wijken rondom het centrum, daarvan heb ik ook gezegd, daar gaan we naar kijken. Dat moet niet ingewikkeld zijn en ook niet te duur. Dat gaan we gewoon doen. Meneer Bot, ik kom zo terug op het amendement, want daar vindt u zichzelf terug volgens mij in uw standpunt, zoals ik het heb goed begrepen. En meneer Rodemond, de goede prikkel, daar heb ik al het nodig over gezegd. En maatwerk heb ik net mee geëindigd. Dan ga ik over naar het amendement, voorzitter. Met uw welbevinden. Ja, even kijken. Dan ga ik toe naar de behandeling van het besluit, althans de tekst die voorligt vanuit het amendement. Punt 1. Volgens mij heb ik net in mijn verhaal nadrukkelijk aangegeven dat ik alle kansen zie om die frequentie terug te brengen van 1 keer per 4 en 8 weken. Dus het laat helder zijn dat we daar niet als college in meegaan. We behandelen ze puntsgewijs. Punt 2. Mooi dat u zegt dat u bereid bent om het GFT-inzameling opnieuw herin te voeren. Dat kunnen wij zeker waarderen. Waar wel een punt zit waar we elkaar niet in vinden is de vrijwilligheid. Want ik heb daar volgens mij in het verleden ook al vragen over gehad toen van mevrouw Kelder. En ik heb daar bewust ook nog weer aandacht aan besteed in de beantwoording donderdag. Op basis van de Milieuwet kunnen wij niet... de Milieuwet gaat uit van een collectief systeem. Dat je wettelijk verankerde inzamelplicht hebt voor elk perceel. En dat staat niet toe dat je op basis daarvan individuele situaties uitzondert. Dat is helaas niet mogelijk. De vraag is ook of je het zou moeten willen, maar dat is een politieke vraag. Omdat je daarmee ook zit in de vorm van rechtsgelijkheid. Hè? Want uiteindelijk maak je wel de kosten van dit systeem, die je dan opnieuw zou moeten omslaan, ook naar mensen die wel gebruik maken van GFT. Dus de vraag is of je dat zou willen, politiek gezien. Dus wij stemmen heel van harte in met uw GFT-inzameling, maar niet op basis van vrijwilligheid. Als we dat doen, doen we dat voor iedereen. Net zo goed als we 8 jaar geleden hebben gezegd, het collectief systeem willen we ook niet toepassen op GFT, want dat was toen een besluit. Misschien even een verduidelijkende vraag. Ja, we hebben nu ook al geen collectief systeem, want er is nu ook een onderscheid tussen wie wel en niet GFT kan aanbieden. Dus dat onderscheid hebben we nu ook al. En als je vervolgens ook kijkt naar het voorstel wat het college nu ook zelf neerlegt, dan geeft ze ook aan dat voor hoogbouwwoningen wordt indien mogelijk en wenselijk een GFT-container geplaatst. Dus daar wordt blijkbaar ook al wel mogelijkheid van onderscheid gemaakt. Dus ik begrijp niet dat de wethouder zo nadrukkelijk aangeeft dat er dus geen wijziging in de inzameling kan plaatsvinden en dat het collectief voor iedereen moet gelden, want dat is nu ook niet zo. Voorzitter, dat is wat de wet voorschrijft. En ik ga ervan uit dat op het moment dat er sprake is van infrastructurele belemmeringen, zoals met hoogbouw, dat er uitzonderingen voor gelden. Maar we hebben letterlijk de wettekst nagekeken. Als het mogelijk is om de GFT in te zamelen via die infrastructuur, dan heb je de wettelijke plicht als gemeente om dat te doen. Maar we doen het nu toch ook niet? Gaan we er nu voorbij aan de wet die er ligt? In het buitengebied? Nee, we hebben toen gezegd, 8 jaar geleden, we doen het ook collectief niet. Nee? Daar kun je alleen maar een collectief besluit in nemen. Nu zeggen we het collectief, doen we het wel. Dat is het antwoord. En de vraag is nogmaals politiek of je dat onderscheid zou willen en moeten maken. Want uiteindelijk betalen de kosten wel, die sla je ook om naar de mensen die er wel gebruik van maken. Punt 3. De afvalsystematiek na 2 jaar te evalueren. Nou, ik zou willen zeggen, daar wil ik u nog wel wat sterker van maken. Volgens mij zou je gewoon na 1 jaar al moeten evalueren. Om te kijken wat het precies betekent. Dus wat mij betreft zou je in het eerste en tweede kwartaal 2019 de evaluatie moeten doen over 2018. Dan zijn die gegevens ook bekend. Want u bent waarschijnlijk heel benieuwd hoe dat nieuwe systeem gaat werken. Dus daar zou ik nog eens een versnelling in willen aanbrengen. Dat als reactie even, voorzitter, op het amendement. En de moties worden nog behandeld door. Akkoord. U heeft gereageerd op het amendement, dus een deel kunt u overnemen. Ten aanzien van punt 2 en 3 zegt u van, nou, dat zou ik toch een wijziging willen, met name op het punt van vrijwilligheid. Dat is, we zouden daar wel tegemoet willen komen, maar wettelijk zou dat niet kunnen. Dus die tekst zou gewijzigd moeten worden, als dat mogelijk zou zijn. En ten aanzien van punt 3 zegt u van, nou ja, 2 jaar is prima, maar het zou ook naar 1 jaar kunnen. Ik kijk even naar de wethouder Financiën. Die de vragen kan beantwoorden ten aanzien van de ingediende moties door de fractie van de VVD over de PMD-GFT-afval en de ROVA-motie. Dank u wel. Een paar opmerkingen daarover. In principe, eerst maar even de motie van probeer daar nou een gesloten systeem van te maken en zorg nou dat wat je eventueel weer terugkrijgt, dat dat binnen het systeem blijft, dat het niet weglekt in je algemene middelen. Straks even apart over dividend, want daar ligt het even anders. In het verleden hadden wij ook een systeem waarin die helemaal gesloten was, inclusief dividend. En laat ik dat allemaal gelijk zeggen, wij hebben toen een zware bezuiniging gehad van 12 miljoen en toen hebben we gezegd, dan moeten we iets doen aan taak, we moeten iets doen aan ambtelijk apparaat en we moeten iets doen met lasten. En in dat verband is in het totaal van de lasten van de burger is de dividend uit de afval gehaald en naar de algemene middelen gegaan. Toen hebben we er dus uitgetild. Dat mag. Maar je zou hem er ook weer in kunnen stoppen. Maar dan betekent dat je een gat van 3,5 ton trekt in je algemene middelen. Daar kun je heel zinnelijk met elkaar over praten hoe je dat moet doen. Maar ik vind dit op dit moment, het college vindt het op dit moment niet het goede moment. Want als je het hebt over de lastendruk van je burgers, over OZB en bijvoorbeeld hondenbelasting en bijvoorbeeld riool en bijvoorbeeld afval en je toeristenbelasting, dan is wat ons betreft daarvoor het moment de begroting van 2018 die over een aantal weken hier is, zodat je integraal naar de lasten van je burgers kunt kijken en kunt kijken hoe je die wilt verdelen. En als je dan integraal bekijkend zegt, maar wij vinden toch dat dat dividend weer in het afval moet en dat je die dan terug moet geven en we trekken daarmee een gat in onze algemene middelen, maar dat kunnen we op een andere manier dekken, dan zou dat kunnen. Maar dan zou je dat in de integraliteit moeten afwegen, ook wetend dat uw raad zelf ook, ik geloof zelfs nog raadsbreed, voorstellen heeft gedaan van wilt u bij de begroting ook eens even kijken naar de OZB en wilt u ook nog eens even kijken naar de hondenbelasting. En zeg ik, laten we dat alsjeblieft nog even integraal doen en nu niet alvast een plukken eruit trekken. Dus mijn voorstel zou zijn, dien dat amendement nu niet in, hou het aan tot de begroting, dat is nog een aantal weken. Dan hebben we een integraal overzicht van hoe we ervoor staan. En dan kunnen we integraal bekijken van welk deel van wat we zouden kunnen teruggeven, willen we teruggeven aan onze burgers. Waar willen we beleidsintensiveringen doen of weet ik precies wat. Of nog iets van de reservelijst van de kadernota pakken. Dan hebt u het totale overzicht en dan kunt u zeggen van nou, we willen iets aan de OZB doen. Of we willen iets aan de hondenbelasting doen. Of we willen iets aan het dividend doen. Graag integraal, dus houd hem alsjeblieft een aantal weken aan. Dat is het advies van het college. Dat over de eerste. Dan wordt het tweede al een stuk makkelijker, want in principe hoort alles waar u het daarover heeft, PMD, GFT, gewoon binnen afval te blijven. Nou, PMD gebeurt dat ook. De inzamelkosten zitten bij de ROVA, zitten in onze post afvalverwerking. Maar de opbrengsten van de plastic krijgen wij regelrecht van de netvang. Gaat naar de gemeente toe en die gaat regelrecht in de reserve afval. Dus die is gesloten. Dus daar hoeven we het niet over te hebben. GFT kost in principe geld, ja. En inderdaad, daar zou je kunnen zeggen, ja, maar daar zou je nog iets kunnen zeggen van, er wordt nog groen gas opgewekt en daar krijgen wij CO2-certificaten van. En waar blijven die? Nou, ik weet dat die niet verhandeld. Ik moet daar dan induiken. Ik weet niet precies hoe dat zit. Maar we kunnen wel even een stel als discussie voeren. Ik denk dat die bij ons terechtkomen. Ze zijn niet verhandelbaar. Dus ik weet niet. Denk niet dat wij daar een redelijke prijs voor kunnen krijgen. Dus dan kun je zeggen ze zijn waardeloos. Nou, dan heb je geen probleem. Want dan is er geen geld. Je kunt zeggen ja, maar gemeente, je koopt zelf wel gas in, niet voor het gemeentehuis, maar nog wel voor een paar lekkere scholen en zo. En andere gebouwen. Nou, ze vraagt trouwens of wij die voor de scholen inkopen, maar dat is ook nog weer een andere. Dan zou je die op geld kunnen zetten. Zeggen van nou, wat kost een kuub gas voor een bedrijf? En dan zou je daar een bedrag van kunnen maken. En dan zou je ook bij de begroting weer kunnen kijken van, zou je die er dan nog uit kunnen trekken? Dat kan. Maar of je nou, hoeveel bureaucratie wil je maken? Hoe ver wil je gaan? Dus dat is een alsdan. Maar dan, daar kan je dus twee dingen mee doen. Zeggen, ja, ik kan ze niet verhandelen, ik heb er niks aan. En je kan zeggen, nou, we willen toch naadje gaan. Nou, dan zou je daar ergens iets van moeten vinden. Denk ik zoals ik het nu kan overzien. En voor de rest gaat alles terug naar de afval. Ook wat je eventueel te veel bevoorschot hebt naar de ROVA. Gaat als je terugkrijgt, weer terug naar de afvalreserve. Dus dan is in principe het systeem gesloten. Dus in die zin is deze motie volgens mij overbodig. Dan doen we dat al met de opmerking dat je naar die CO2-certificaten zou kunnen kijken. Maar nou, wat is dat als je, volgens mij zei 200.000 kuub, wat kost bedrijfsgas? Ja, nee, 55, 57 cent is voor particulieren. Voor bedrijven is die aanmerkelijk lager. Nou, wat zou die zijn? 40.000, 60.000. Het is maar net wat je doet. En als je particulier tarief doet, heb je het over iets van 120.000 als je 60 cent neemt. Dat kan 120 zijn, dat kan 60 zijn, dat kan 40 zijn, dat kan 20 zijn. Maar als je maar certificaat wil verkopen, is het ongeveer 0,0. Dus ja, daar moet u dan maar even naar kijken. Maar ik zou toch de motie in die zin willen ontraden, omdat ons systeem zuiverder is dan u denkt. Dank u wel. Akkoord. Voorzitter, mag ik daar dank u wel. Geen vraag stellen? Ik mis nog een vraag ter verduidelijking. Ja, ja, ik mis nog een antwoord op de vraag ter zake de €15 en het voorschot van de ROVA, wat kennelijk toch lager was dan waar wij altijd vanuit gingen. Die kwam ineens, wat ons betreft, toch een beetje als een konijn uit de hoge hoed. Hè. We hebben heel lang hier zitten overleggen waarom het maar niet goedkoper werd met de ROVA. En donderdagavond kregen we een schrijven waarin het toch ineens goedkoper bleek te zijn bij de ROVA. €15 die u dan nu wel doorberekenen. Ja, daar moet je voor oppassen dat je daar niet het gevoel van krijgt dat die al lag ergens. Kunt u dan eens uitleggen wanneer de ROVA u daarvan op de hoogte stelde en of dat niet eerder in het proces kenbaar gemaakt had kunnen worden? Ik kan u zo nu niet zeggen wanneer de ROVA dat doet. Collega De Vet betrok me er even bij van, zouden we toch nog ergens geld kunnen vinden? Wij waren ondertussen met de begroting bezig en dan zie je ook een paar dingen langskomen. En ik verbaasde me even weer over het tientje en ik zei van, wanneer is de reserve leeg? En toen zat er meer in de reserve dan ik dacht. En toen zeg ik van, hoe komt dat dan? En het blijkt dus dat wij de voorschotting van de ROVA, die wij terugkrijgen, gewoon terugstorten in de reserveafval. En dat leidt ertoe dat daar waar ik dacht, nou gaan we zo langzamerhand die reserve wel eens leeg krijgen, blijft die reserve ongeveer op hetzelfde. En dan zeg je van, ja, dan zit daar ongeveer een tientje aan kosten, 8, 9, 10 euro aan kosten in, die je via de bevoorschotting weer terugkrijgt. We zitten niet gekke bedders, want dan gaan wij eerst het geld betalen, krijg je weer terug, gaan we het weer betalen, krijg je het weer terug. Nou, dan kun je beter aan de voorkant eruit halen. Dan neem je het risico, als je dat al een heel aantal jaren achter elkaar blijkbaar gezien hebt. En dan zeg je van, nou, dat durven we wel aan. Nou, overleg geweest, je zegt, nou, dat durven we wel aan. Trek die er alvast maar uit, want dat betekent dus wel dat we nu, als het goed is, die reserve nu wel langzamerhand leegmaken. Want dan moet je bij de begroting maar kijken. Daar waar je denkt dat je de reserve met 240.000 op tientje leegtrekt, zie je dat die toch iedere keer op niveau blijft. Want waar komt dat dan van? Nou, dan ga je daar dan kijken en dan zit het dus in dat systeem. Dat is dus niet een weglek, want die gaat keurig netjes in de reserve. Maar die reserve hoeft niet eeuwig te blijven. Nou, daar zit die in. En de rest van de tientjes, van die €15, zat in de berekening van als we één keer naar de 8 weken gaan. Dan kan het toch niet zo zijn dat het dezelfde prijs is. Nou, kun je daar dan wat op geld zetten en daar zat de 5, 6, 7 euro in van één keer in de 8 weken. En zo kom je op €15. Akkoord, dank voor uw duidelijke toelichting. Ik kijk even rond in de kring. Is er behoefte aan direct de tweede termijn in te gaan? Schorsing. Toch een schorsing waar u op zoekt. Heeft u aan 10 minuten voldoen? Ik zie de heer Gelling, eerst even naar de heer Gelling. Behoefte aan een schorsing? Nou, voorzitter, ik had nog wel behoefte om wat dingetjes toch nader te bespreken met de andere fracties hier. Want het is toch wel een onderwerp, denk ik, wat nog wat, wellicht wat uitleg. Ja. Ik had nog wel wat vragen over de uitleg net ter zake de moties die ontraden werden. Akkoord, dan ga ik even inventariseren of er behoefte is aan de tweede termijn nu of dat de meerderheid zegt toch een schorsing. De heer Gelling stelt voor door te gaan. En ik zie ook andere bewegingen die zeggen van... ga nog even door, dan ga ik een tweede termijn in. Dan geef ik de gelegenheid de fracties om op elkaar te reageren. En wellicht dat er nog een vraag is ter verduidelijking. Ik zou u wel willen verzoeken om dat zo beperkt mogelijk te houden. Omdat we al heel veel in het voortraject hebben gedaan. En er is al heel veel informatie gedeeld. Dus om te voorkomen dat we weer in detaildiscussies terechtkomen. Maar als u zegt van ik heb toch echt iets wat heel belangrijk is, dan heeft u daartoe de gelegenheid. Ik ga even inventariseren. Wie heeft behoefte om gebruik te maken van de tweede termijn? Dat is de VVD-fractie, VVD-fractie en de VVD-fractie. Dan is het woord aan de heer Gelling. Ja, voorzitter, dank u wel. Even in reactie op wat de portefeuille net, net zei ter zake de moties. Want mijn fractie is het op zich wel met hem eens dat als je zaken wil die betreft de begroting, dat je die beter bij de begroting zou kunnen indienen. Maar het risico wat daarin zit ter zake het onderwerp wat nu voor ligt, is dat u, en u voelt hem al aankomen, graag een voorstel wilt doorvoeren waar nog niet een absolute meerderheid voor is. Dus wij dachten van de gelegenheid gebruik te maken door het alvast wat naar voren te halen. En wellicht de raad zover te kunnen krijgen dat u daar ook een principebesluit over zou nemen. En dan koppel ik toch even weer, en die vraag zou ik toch ergens beantwoord willen zien. Want de wethouder zei net zelf al, en dat is geen nieuwe informatie, dat in zaken de bezuinigingen, de dividenduitkering van de ROVA, in de algemene middelen terecht zijn gekomen. Echter, wij lezen nu van dezelfde wethouder telkens berichten in de krant dat de tijd van bezuinigen wel redelijk voorbij is en dat er weer kan worden geïnvesteerd. En dat is natuurlijk mooi, dat vinden wij ook prettig. Maar zou het dan niet terecht zijn dat deze raad vervolgens vaststelt dat die investeringen wel degelijk mogen plaatsvinden, maar niet uit de gelden die voortkomen uit de afvalverwerking? Immers, dat was voor 2012 niet zo. Toen had u een circulair systeem daarin. En juist nu, nu u een vraag voorlegt aan de burgers die toch wel veel inspanning van diezelfde burgers vraagt, is het dan onredelijk om vervolgens te zeggen, mocht er dan een uitkering komen van de ROVA op basis van dividend die één op één voortkomt uit de afvalstoffenheffing en uit het verwerken van afval, dat ook dat bedrag dan teruggaat naar de afvalstoffenreserve. Want de wethouder gaf net ook aan, die is niet eindig in deze zin. Die zal dus weer ergens gevoed moeten worden om er überhaupt al voor te zorgen dat de €25 die nu hier ter tafel ligt ook structureel kan worden uitgevoerd. Ik herhaal alleen maar wat u zelf zegt. Ik zie u nu schudden, maar dat zei u net. Maar u mag daar wat mij betreft nog een overtuigend reactie op geven. Maar dat is meer de principiële vraag, voorzitter. Datzelfde vind ik gelden voor motie 2 ter zake GFT en PMD. Want ik zie auto's van de ROVA rondrijden waarop staat afval bestaat niet. Daar wordt duidelijk een suggestie gewekt dat ze het allemaal graag willen hebben ter verwerking en het maken van daar duurzame spullen. En er komt opbrengst uit. En het principiële vraag is ook daar of u het kan verhandelen of niet. Ik vind 200.000 kuub gas voor, nou ja, maakt u er 50 cent van, dan is toch nog een ton. Een bedrag wat juist in deze discussie ertoe zou kunnen leiden dat die pijnpunten die nu liggen, waarop we het oneens zijn, en die zien toch allemaal op de frequentie van ophalen, groot samengevat, in plaats van 1 keer de 4 weken en 1 keer de 8 weken, en ik kijk even naar de overkant, dat is toch wel het grootste struikelblok wat erin zit. Wellicht geven deze twee moties u, en dat was maar de opzet van het verhaal, de ruimte, de financiële ruimte, om daar in een mogelijkerwijs overgangssituatie te komen, die ervoor gaat zorgen dat dit onderwerp nu eens een keer van tafel zou kunnen. Nog aangevuld met overige bezwaren, maar dat was eigenlijk de potentie van het verhaal zoals het hier lag. Niet om iets uit te stellen, maar wel om een circulair systeem te maken wat ten principale, denken wij, juist is. U hebt nu de kans om het te doen en het risico is wat onze fractie betreft wat groot. Als dit voorstel onverhoopt toch aangenomen zou worden, dat ten tijde van de begroting weer investeringsbehoeften de overhand krijgen en u vergeet om de dividenden uiteindelijk weer terecht te laten komen daar waar ze horen. Akkoord, dank voor uw toelichting. Daar zit dus voorzitter, nog een vraag in. Een reactie van de fractie van de Partij van de Arbeid. Een vraag aan de heer Gelling. Begrijp ik nu goed dat u zegt van, nou dat moet dus dan naar een frequentie van 1 keer per 6 weken het restafval. En dan laten we die motie zitten of hoe, het was mij niet helemaal duidelijk. Nee, dan zal ik het helder maken. Die motie is nodig omdat je, als je bijvoorbeeld zou besluiten, en ik geef maar een optie, hè, want je zou ook kunnen overwegen hier om in gesprek te raken, om eens te kijken of je er wel uit zou kunnen komen, in plaats van te verwijzen naar hoe ze het in Staphorst allemaal doen. Voorzitter, dat geld is nodig, dus die motie is nodig om bijvoorbeeld, en dat is een handreiking onze die erin zit, ertoe te komen dat u voor een bepaalde periode nog in plaats van 1 keer in de 8 weken het restafval ophaalt, dat gewoon 1 keer in de 4 weken doet. Om vervolgens, en dat is een terugkerend verhaal wat wij er telkens weer inzetten, om vervolgens het zodanig attractief te maken voor iedereen om duurzaam te gaan inzamelen, dat er uiteindelijk, en dat is natuurlijk het doel, niet meer dan 30 kilo per jaar in restafval overblijft. Maar dat gaat u in onze beleving niet lukken door het gewoon niet meer op te halen, hè, wat ik ook tijdens de oriënterende ronde al zei. Daarvoor zult u, wat ons betreft, een hele duidelijke stimulans moeten invoeren. En dat zou zijn een korting voor diegenen die het goed doen. En dan doe ik nog eens een gooi. Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat zij die 1 keer in de 8 weken conform uw programma restafval bij de weg zetten, iets minder betalen dan zij die dat 1 keer in de 4 weken doen. En dus die motie is nodig om het smeermiddel daarvoor te verkrijgen. Heer Jonkans. Maar dat gebeurt toch ook? Als je het aanbieden van een restcontainer kost iets van 9 euro per keer. Als je dus dat minder vaak doet, kassa. Ja, zeker. Maar deze discussie hebben we al vaker gehad. De hoofdgedachte is nu, want de wethouder zei net ook al, doordat je minder ophaalt, wil je minder betalen. En dat draai ik om nu, hè. Dat is het gebaar wat wij maken en waarom we naar die 1 keer in de 4 weken zouden willen. Maak nou de hoofdregel ervan dat in het vastrecht die 1 keer in de 4 weken zit. En dus ook de betaling voor het tarief, hè, dat is 9,21 euro. Als je dat niet doet, dat je daar voordeel aan hebt. Kort. Voorzitter, ja, ik heb mevrouw ook een vraag. Ja, het kan heel goed zijn dat ik meneer Gelling verkeerd begrijp. Maar hoor ik u nou eigenlijk zeggen dat u deze motie indient, daarvoor in ruil een lagere frequentie wil. Dus kan dan zo direct de situatie ontstaan als die lagere frequentie niet ontstaat, dat uw motie wel wordt aangenomen en u vervolgens tegen het stuk stemt? Want dat is voor ons best relevante informatie om af te wegen voordat we tot stemming overgaan. Gelling? Ik probeer hem even te herhalen. Dat zou dus betekenen, als u kan overtuigen om de motie te steunen, dat u zich afvraagt of hij dan het voorstel... Nee, want het voorstel zoals het nu ligt gaat naar een frequentie toe van 1 keer in de 8 weken restafval ophalen. Als ik het dan goed begrijp, dus ook al zou uw motie worden aangenomen, u zult dus dan hoe dan ook tegen het voorstel stemmen. Dat is toch een beetje een gekke situatie? Tenzij u het voorstel aanpast conform bijvoorbeeld het amendement van het CDA, waar ze heel duidelijk aangeven 1 keer in de 4 weken het restafval opgehaald te willen zien. Dus als ik het dan even kort samenvat, u dient een motie in. U wil vervolgens dat de CDA ook haar zin krijgt als het gaat over de afvalfrequentie. Dat het stuk wordt aangevat, uw motie wordt aangenomen en dan bent u misschien bereid om dan wel voor het gewijzigd voorstel te stemmen? Nee, als we al deze voorwaarden ingevuld krijgen, mevrouw Luiten, dan is uw voorstel al gewijzigd. Dan zal daar nog een amendement van moeten komen, maar dat kunnen we wel even maken in de schorsing. Dus het is niet zo dat ik u gebruik als uitruilmiddel om u vervolgens met een lange neus toch tegen uw voorstel te gaan stemmen. Maar het voorstel wordt dan wel aangepast conform het amendement van het CDA zoals het ligt. En we stemmen, zoals u weet, eerst over het amendement, dan over het voorstel en dan komen de moties aan de orde. Exact, voorzitter, dank u wel. Dat even de volgorde voor iedereen helder is en dat u daar een keuze op kunt maken. Ik kan mij voorstellen dat er misschien behoefte is aan de schorsing zo, maar niet nadat we de wethouder nog even gevraagd hebben nog in te gaan op de opmerkingen die geplaatst zijn door de VVD over de principiële vraag rondom het structureel zijn van de 25 euro in de reserve. Ja, ik herhaal graag de dringende oproep om integraal bij de begroting, u maakt terecht de opmerking van het regent niet meer zo hard als dat het wel geregend heeft. Dus er zit weer een beetje verder op de botten. Dat zult u bij de begroting ook zien. En tuurlijk zijn er wensen. En maar er zijn ook een aantal wensen bij u. En er zal best een voorstel vanuit het college komen om hoe wij de begroting zouden willen vullen. Maar u kunt dat netjes aannemen en u kunt het ook weer amenderen enzovoort. Maar als we het over lastenverlichting hebben en u zult een voorstel tegemoet kunnen zien over lastenverlichting, laat ik dat dan vast maar verklappen uit de voorbereidingen, dan zou ik heel graag met u de discussie integraal willen voeren over welke lastenverlichting doe je dan en hoe doe je het dan. En als je er nu 3,5 ton uithield, dan neem je een fors voorschot op de mogelijkheden die je hebt. Nou, doe dat nou even niet. Nou, en dan nog kun je het voorstel aannemen zoals het is. En als je dan bij de begroting over een aantal weken vindt dat er toch bijvoorbeeld dividend terug moet naar de reserve en teruggegeven moet worden aan de burgers. Nou, grofweg 13, 14 euro. Dan zou je dat kunnen doen door het tarief te wijzigen, door het geld uit de begroting te trekken. En dan heb je het vastrecht naar beneden gebracht. Dus moeilijk is het dan niet. Dus dat hoef je er helemaal nu niet nog uit te trekken. Dat kan je prima dan doen. Dan heb je dan gewoon, als je het al die kant op wil met de lastenverlichting, heb je dan een extraatje. Dus moeilijk is het niet. En als u zegt van ja, maar dat is bij u misschien de investeringsbehoefte wel weer te groot, dat kan best zijn. Maar u hebt de portemonnee, wij niet. Dus ook dat kan een probleem niet zijn. Dan nog even over de 25 euro, want daar is misverstand over. U laat nu voortkomen dat ik gezegd heb, de 25 euro is eigenlijk allemaal incidenteel, want de reserve moet gevoed worden om die 25 euro te geven. Ik heb gezegd, 10 euro komt uit de reserve. Dat is incidenteel, dat doen we nu al voor het tweede jaar, vorig jaar ook. En we hebben hier gezegd, dat kun je beter per 10 euro doen en dan een tijd volhouden, dus dat je in één keer 30 euro zakt en het volgend jaar weer 30 euro omhoog houdt. Probeer dat nou een beetje stabiel te houden. Wij constateren, wij dachten, zei ik, dat de reserve zou inzakken, maar die blijft ongeveer op niveau. Rara, hoe kan dat? Dat komt van die bevoorschotting en dat is grofweg een tientje. Nou, die kan er dus structureel af. Dat is een vaste. En dan zat er nog 5 euro en dat mag 6 zijn en dan wordt het 9,6. Ik bedoel, ik ken niet precies de cijfers, ik ben nu even ingevlogen. Maar ga daar even grofweg van uit. Tientje is structureel, tientje is incidenteel. En die 5 euro kan structureel zijn als je in 8 weken gaat. Doe je dat niet, dan vervalt die 5 euro. En dan heb je dus over 20 euro, dan heb je over een tientje structureel en een tientje incidenteel. Voorzitter, mag nog één, want ik niet de Muchter zegt, maar ik ben bewezen dat een tientje keer 24.000 heel wat tientjes zijn en op een reserve van 9 ton, zonder dat die weer gevuld wordt. Want u zegt terecht dat de reserve nu gevuld wordt door die bevoorschotting, maar die verlaagt u nu. Hè? Dat is die overige 15 euro. En als je met 240.000 euro tientjes weggeeft per jaar op een reserve van 9 ton, dan gaan we wel aan. Misverstand. Tientje geven wij nu eerst aan de ROVA, krijgen we later terug, geven we hem dan terug. Je kan hem ook aan de voorkant teruggeven en hem niet aan de ROVA geven. Dan krijgt de ROVA gewoon zelf die, zeg maar, die 240.000 of 230.000 euro lagere bevoorschotting. En dan moeten ze zelf het scherp calculeren. Zo simpel is die. Voorzitter, van mijn kant, als u het goed vindt, een verduidelijkende vraag. Want ik begreep in eerste termijn beantwoording van de wethouder dat hij aangaf dat de opbrengst van de PMD... dat die rechtstreeks van Netvang naar de gemeente ging. En dat de gemeente die dus in onze afvalreserve stopt. En nu heeft hij dan over 5 euro of een tientje die daarmee samenhangt. Maar als ik het goed heb, is de opbrengst van PMD de laatste jaren oplopend naar 9 ton tot een miljoen. Dat zou dan toch wel evenveel meer zijn bij die rond de 25.000 huishoudens die de heer Gelling ook aanvoert. Dan heb je het toch over een bedrag van 40 euro. Dus ik ben nu even dat spoor bijster. Even een orde voorstellen. Ik stel voor dat de wethouder hier nog op reageert. En dat we dan, zou ik een schorsing willen voorstellen. Want anders gaan we heel veel detailvragen opnieuw doen. Daar is volop gelegenheid voor geweest. Maar het is goed dat de wethouder op deze vraag nog antwoord geeft. Dat is niet een miljoen, want dan zouden er hele andere bedragen in de reserve moeten zitten. Dat is dus niet waar. Wat we krijgen gaat in de reserve en kan dus... terug naar de burger. En je moet zelf op een bepaald niveau hebben en alles wat er meer in zit kan gewoon terug. Dan moeten we even uitzoeken wat we precies aan plastic enzovoort krijgen, maar let even op, er speelt op dit moment, dat is lang geen miljoen, dat is 1, 2, er speelt op dit moment een landelijke discussie dat die opbrengsten geweldig onder druk staan. En ik weet niet wat het precies gaat worden. Nou, als u het wil weten, ik moet het navragen, ik weet het bedrag niet precies. Akkoord. Maar voorzitter, toch nog even, want dit is wel echt vervelende verwarring. Want op bijlage 4 zegt u zelf dat u voor de toekomst 1.017.000 euro verwacht. Die zal wel verwerkt zijn in een verrekening weer. Maar als u nu zegt dat de opbrengst kunststof geen miljoen is, dan verwijs ik u toch naar bijlage 4 op de openingspagina. Want hij was voor 2016 al 849 en loopt op naar 1.017.000 euro. Maar dan kijk ik even naar de bank, want volgens mij moet daar nog weer afgetrokken worden de kosten voor... de verwerking van afval, het ophalen enzovoort. Want dat is natuurlijk ook niet gratis. Het gaat dus om wat je netto overhoudt. Wij hielden uiteindelijk netto iets over van de plastic inzamelen. Maar hoe lang dat blijft en hoeveel dat blijft, u weet dat wordt om de 2 jaar of zo weer nieuwe onderhandelingen gedaan. Maar het is niet zo dat wij die miljoen in onze zak kunnen stoppen. Akkoord. Die miljoen is dus de totale opbrengst, maar daar gaan de kosten vanaf nog. Ik stel voor om toch deze vergadering even te schorsen, zodat u over het amendement kunt spreken met elkaar, de moties die op tafel liggen. En wellicht dat er toch nog behoefte is aan wat informatie, er zijn mensen beschikbaar. Heeft u aan 10 minuten voldoende? 10 minuten voldoende? Kwartier? Ik geef tot 20 voor 9. En dan hoop ik dat we tot besluitvorming kunnen overgaan. De vergadering is gesloten. Geschorst. Gesloten, geschorst. Beste mensen, mag ik verzoeken om uw plaats opnieuw in te nemen. Voor diegene die dat nog niet heeft gedaan. Inmiddels is de raadzaal volgelopen voor de oriënterende ronde. Al over de duurzaamheid, energienotitie. Dat gaan we zo meteen behandelen. Maar we zitten nu nog in de raadsvergadering. En ik heropen die raadsvergadering van dinsdag 19 september. Aan de orde is agenda punt 9. Duurzaam afvalbeheer. We hebben een eerste ronde gehad, de reactie van het college. En we hebben een tweede ronde gehad. En ik constateer dat er een amendement ligt. Ingediend door de CDA-fractie en op koers.nu. En dat er twee moties liggen van de fractie van de VVD. Dat is volgens mij de stand van zaken. De vergadering was geschorst. Ook op verzoek van uw eigen voorzitter. Maar ik zou willen vragen, de vergadering is heropend, derde termijn. Kijken of we ook toe kunnen werken naar besluitvorming. Want we hebben ook nog één onderwerp op deze raadsvergadering staan. Wie mag ik het woord geven in de derde termijn? Meneer Nijhoff. En anders niet. De heer Nijhoff, fractie CDA. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. We hebben de tijd benut om te spreken over het amendement. Conclusie is dat het wordt ondertekend door CDA op koers.nu en de VVD. En de wijziging die we voorstellen betreft alleen punt 3. En daar staat in punt 4 aan het besluit toe te voegen. De afvalsystematiek in het tweede halfjaar 2019. En daar stond net na 2 jaar. Dus in het tweede halfjaar 2019 te evalueren. Zodat ook meerjarige gedragsveranderingen gemeten kunnen worden. En de raad hierover uitgebreid informeren. Mocht, en dat is de aanvulling. Mocht uit de evaluatie onvoldoende voortgang blijken. Dan is de bereidwilligheid tot aanpassing van het systeem. Zo hebben wij het amendement aangepast. Akkoord. Dat is de aanpassing zoals u hem brengt. En hij wordt nu ook mede ondertekend door de fractie van de VVD, constateer ik. Ja. Dat is het amendement. Er is nog een aanvulling op de moties, die blijven gehandhaafd. Of... Nee, voorzitter, wij houden de moties aan tot nadere behandeling bij de begroting, zoals verzocht. Ja, oké, dat is ook helder en duidelijk. Die moties blijven hangen, zeg maar. Die komen in een later stadium terug, wellicht bij de begrotingsvergadering, integrale afweging, waar de wethouder ook over sprak. Dat betekent dat er een amendement ligt, een gewijzigd amendement, ingediend door 3 fracties. En dat het voorstel op tafel ligt. Ik kijk nog even in de richting van het college of er behoefte is om te reageren. Dat is niet het geval. Dat betekent dus dat de motie, of tenminste het amendement en het voorstel in stemming kunnen worden gebracht. En ook zoals eerder al gezegd, we zullen eerst stemmen over het amendement en dan over het voorstel. Het amendement in stemming gebracht. Is er behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Dat is niet het geval. Dan vraag ik u, kunt u instemmen met het voorstel? Of wie is voor het voorstel, het amendement, ingediend door de fractie van het CDA, op koers.nu en VVD... om dat te steunen. En dan kijk ik natuurlijk naar de andere fracties. De ChristenUnie. Tegen. De fractie van de ChristenUnie is tegen. Akkoord. De fractie van D66. Ook onze fractie is tegen dit voorstel. En de fractie van de Partij van de Arbeid. De fractie van de Partij van de Arbeid is tegen. Daarmee constateer ik, volgens mij snel rekenen en al eerder uitgekristalliseerd, dat 16 stemmen voor zijn en 13 stemmen tegen. Daarmee is het amendement aangenomen, waarbij ik als voorzitter van uw raad, maar vooral ook als burgemeester, de opmerking maak dat ik een toets wil laten uitvoeren op het punt van de vrijwilligheid. En dat met name de wettelijke juridische mogelijkheid of dat inderdaad kan, dan wel niet kan. En dat zal ik zeer nadrukkelijk gaan uitzoeken. Maar de beweging van de meerderheid van uw raad is mij ook heel helder. Dus als daar een mogelijkheid is... juridisch, dan zal dat gewoon uitgevoerd worden. Zo niet, dan kom ik bij u terug hoe we hier verder mee gaan. Als toevoeging. Akkoord? Akkoord. Fijn, dank u wel. Agenda punt. Het voorstel. Agenda punt 6, duurzaam afvalbeheer, het voorstel zelf. Wie kan instemmen met het voorstel zoals het voor ligt? Fractie van het CDA. Akkoord, ChristenUnie. Tegen. De fractie van VVD. Voor. D66. Tegen. Op koers ben nu. Voor. En de fractie van de Partij van de Arbeid. Nadat dit voorstel is geamendeerd zijn wij tegen. Akkoord. En daarmee is het voorstel in omgekeerde volgorde. 16 stemmen zijn voor en 13 stemmen zijn tegen. En daarmee is het voorstel aangenomen. Akkoord. Aldus besloten. En daarmee is dit duurzaam afvalbeheer duurzaam besproken. En kan het in de uitvoering gaan met enkele aanpassingen in deze. En ik verwacht dat het onderwerp ongetwijfeld nog wel eens een keer weer terug zal komen op de agenda van deze gemeenteraad. Agenda punt 7. Inzet van de Klijnsma gelden de meedoendag. Ik geef het voorstel graag in bespreking. Wie wenst daarover het woord te voeren? D66, VVD, ChristenUnie, CDA, op koers bij nu, Partij van de Arbeid, alle fracties. D66, woord is aan de heer Rode. Voorzitter, dank u wel. Ik heb niet veel tekst op dit onderwerp. We vinden het een heel mooi voorstel zoals het nu voor ligt. Dat recht doet ook aan de doelstellingen zoals ooit zijn verwoord. Graag willen we wel wat aandacht hebben voor die kinderen die net buiten de boot vallen. Wij horen graag van de portefeuillehouder hoe hiermee omgegaan zou kunnen worden. Mede in het licht van de gedachte dat juist iedereen mee zou moeten kunnen doen. En als je dan net een procentje boven de inkomensnorm zit, zou dat heel erg jammer zijn, juist voor die kinderen. Dus graag daar een reactie op van de wethouder. Akkoord. De VVD-fractie, de heer Reiling. Vanaf uw zitplaats, akkoord. Ja, dank u wel, voorzitter. In de raadsvergadering van 14 november 2016 is een motie unaniem aangenomen om nog in dat jaar, 2016, een eenvoudige regeling te maken waarbij gezinnen met kinderen die rond moeten komen van een laag inkomen een tegemoetkoming krijgen in de algemene kosten. Hiervoor werd €70.000 gereserveerd. In december werden we bijgepraat over de regeling, waarbij de eindopmerking was dat medio voorjaar 2017 willen we een regeling tot uitvoering brengen. In juli 2017 kregen we een voorstel onder ogen, waarbij zwaar werd ingezet om de regeling vorm te geven door de organisatie van een meedoendag. Dat er over die bewuste meedoendag nogal veel vragen en opmerkingen werden geplaatst, hoef ik niet nader uit de doeken te doen. In de motie van 18 juli werd u gevraagd om een aangepast voorstel te komen, daarbij tevens rekening houdende met de privacy van de gezinnen en zoveel mogelijk aan te sluiten bij de lokale initiatieven. Er ligt nu een voorstel waarbij wij van mening zijn dat we het niet door laten gaan van de meedoendag misschien wel het beste onderdeel is. De beschikbare gelden worden nu uitgekeerd in de vorm van tegoedbonnen. Het is eigenlijk wel grappig dat dit voorstel er in december 2016 ook al lag. Wethouder, ik vraag het u toch, bent u in controle? In november bent u opgeroepen om een regeling te komen in datzelfde jaar nog. Maar tot op heden is er voor de mensen die het nodig hebben nog niets uit de regeling gekomen. Dan nog even terug naar de regeling. De afspraak is dat de Klijnsma gelden de ondersteuning in natura verstrekken. Dat zij op de juiste plek terechtkomen en aansluit bij de behoeften van de kinderen. Dus bovenop de bestaande regelingen en de gelden niet nog besteed worden aan organisatorische kosten. Laten we dat duidelijk en inzichtelijk houden. Dan de tegoedbonnen. Daar hebben wij en wellicht ook de mensen voor wie de regeling bedoeld is, eerst uit de krant mogen vernemen dat de waardebonnen eraan komen. Vraag 2. Waarom eerst in de krant? Een dergelijke belofte doen, terwijl wij als raad er nog formeel een besluit over moeten nemen. Daarbij hebben we bij het verstrekken van die tegoedbonnen ongeveer dezelfde vraagtekens als de meedoendag. Is de privacy gewaarborgd? En is het systeem wel goed en sluitend? De kinderen worden via de instanties waar zij bekend zijn aangeschreven en later uitgenodigd om de waardebonnen op te halen. Waarom laat u de waardebonnen Vraag 3. Waarom laat u de waardebonnen niet door de instanties zelf uitdelen? En nogmaals het vraag over de privacy, die had ik al gesteld, sorry. Daarnaast werd in de motie opgeroepen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij lokale initiatieven. Helaas kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat daar nog weinig vorderingen in zijn gemaakt. Voorzitter, in de raadsvergadering van 18 juli hebben we al onze zorg uitgesproken over de versnippering van de regelingen. In de Kamerbrieven werd al aangegeven dat samenwerking integraal moet zijn. Samenwerking. Wethouder, zoek die samenwerking op en kom die partijen die zich hiervoor inzetten, professionals en vrijwilligers, tot een regeling die soepel, goed werkbaar is en recht doet aan de uitgangspunten van de Klijnsma-gelden. Dank u. Akkoord, dank voor uw bijdrage. De fractie van de ChristenUnie, heer Van Grappel. Dank u wel, voorzitter. De fractie van de ChristenUnie constateert dat de portefeuillehouder goed heeft geluisterd naar de opvattingen van de Raad gemaakt in de vergadering van 18 juli en daarna verwoord in de aangenomen motie en dat het nu voorliggende voorstel veel beter aansluit bij wat wij ook zien als de essentie van de Klijnsma-gelden, namelijk het bieden van voorzieningen en activiteiten in natura voor kinderen uit gezinnen met een kleine beurs, in combinatie ook met het kunnen maken door ouders en kinderen van hun eigen keuze. Dus samenvattend, dit hele korte betoogvoorstel, voorzitter, prima voorstel. We zijn akkoord. Dank, fractie van de CDA, de heer Brink. Dank u wel, voorzitter. En tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces hebben we uitgebreid gesproken met elkaar over de inzet van de Klijnsma-middelen. Het ging dan met name ook over de meedoendag. Nou, wij zijn blij ook met dit gewijzigde voorstel waarin wordt voorgesteld om waardebonnen uit te delen die ingezet kunnen worden voor zowel kinderen als gezinnen voor een uitje of anderszins. En wij zijn ook blij met de persoonlijke aandacht die wordt geschonken aan de kinderen dan wel gezinnen op het moment dat zij die waardebonnen komen afhalen. Tot slot wordt er in het stuk nog iets gezegd over een enquête die zal worden gehouden in het najaar van dit jaar. En ook daarover zijn wij erg tevreden, zodat wij een goed beeld kunnen krijgen van wat nou eigenlijk de behoefte is als het gaat om de inzet van deze middelen en de toegang daartoe. Dus wij stemmen van harte in met dit voorstel en zien de uitkomsten van de enquête met heel veel belangstelling tegemoet. Dank u wel. Dank de fractie van Op Koers.nu. Heer Kloekhorst. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er zijn verschillende vragen gesteld. Ik wil er één aan toevoegen en dat is, dan is het college bereid om in 2018 aan te geven hoeveel van de €135.000 echt bij kinderen in armoede is terechtgekomen? De verantwoordingsvraag, zeg maar. Dat is akkoord. De Partij van de Arbeid tot slot. Mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. Kinderen in Hardenberg moeten zo gewoon mogelijk mee kunnen doen, omdat alle kinderen recht hebben op gelijke kansen, ontwikkeling en perspectief. Het bestrijden van kinderarmoede staat voor onze fractie hoog op de agenda. Elk kind in armoede is er één te veel. Onze fractie heeft samen met de andere fracties op 19 juli jongsleden onze bedenkingen uitgesproken over de meedoendag. We hebben toen onze zorgen geuit over de borging van privacy, overlap met bestaande initiatieven, maar ook over de verbijzondering van doelgroepen versus het nastreven van inclusiebeleid. Het nu voorliggende voorstel heeft deze zorgen weggenomen. We zijn er blij mee en willen het college en het ambtelijke apparaat hiervoor complimenteren. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. Ik proef brede steun voor het voorstel zoals het voor ligt. Een paar vragen nog gesteld door D66 en VVD. Kijk even naar de wethouder of hij daar nog op kan ingaan. Onder andere het privacyverhaal en de voortgang en de verantwoording ook genoemd door Op Koers.nu. Dank u, meneer de voorzitter. Nou, fijn om te ervaren dat u breed gezien het voorstel steunt. Dat kwam ook inderdaad voort uit de discussie die ik me nog heel goed kan herinneren met u over de meedoendag. Die we in alle oprechtheid, zeg maar, hadden voorbereid en georganiseerd. Waarvan u heeft gezegd, ja, hoe zit het met privacyborging? Zou je dat niet eenvoudiger moeten maken? En zorg ervoor dat het geld ook echt bij de kinderen terechtkomt. Want dat is volgens mij het uitgangspunt geweest van dit beleid. En dat heeft ook de staatssecretaris uiteindelijk ook als opdracht meegegeven. Zorg ervoor dat de kinderen zelf ook mee bepalen waar het geld terugkomt. Dus in dat opzicht denk ik dat we met deze regeling, vrij eenvoudig van aard, maar we denk ik wel met een groot effect, dat wil ik wel benadrukken, dat hopen we althans, de mogelijkheid biedt om ook echt iets voor de kinderen te doen. En het gaat nogal om een groot aantal kinderen, zoals u heeft kunnen zien. Onze prognose is dat het om 780 kinderen in totaliteit gaat. En onze opdracht is om die kinderen ook te bereiken. Het effect daarvan, dat vind ik de grootste opgave die wij met elkaar hebben. Daar ga ik ook alles op inzetten om dat voor elkaar te krijgen. En als dat via deze regeling kan, dan zal het heel erg mooi zijn. En natuurlijk zijn er wat vraagtekens, maar die kunnen we pas beantwoorden op het moment dat we ook met de uitvoering aan de slag gaan. Even heel kort naar de beantwoording van de vraag, meneer de voorzitter. Ja, kinderen die buiten de boot vallen. Ik denk dat wij nog goed in overleg met de organisaties die hierbij betrokken worden, daar nog eens goed naar gaan kijken. Of daar gevallen van zijn. En als het om hele kleine percentages gaat, dan gaan we daar niet moeilijk over doen. Dus ik wil wel eens kijken of de kinderen die net buiten de regeling vallen, of die op een of andere wijze nog aangehaakt zouden kunnen worden. Dat zijn we vooral doen met de instanties waar het om gaat. Ja, meneer Reiling, privacy, daar hebben we volgens mij in dit verhaal wel goed geborgd. En als u vraagt, bent u in controle? Nou, volgens mij ben ik dat wel. We hebben heel bewust gezegd destijds, we willen de Klijnsma-middelen koppelen aan het geld wat u al destijds ter beschikking heeft gesteld. Wat ik heel belangrijk daarin vind, is dat het ook goed terechtkomt. Want we kunnen heel gemakkelijk geld uitgeven met elkaar, maar je wilt dat het echt effect heeft en terechtkomt bij de kinderen waar het om gaat. Daarom heeft het toen misschien ook wat langer geduurd. Maar ik heb liever dan maar een wat langer en zorgvuldiger traject. Dan kun je het altijd oneens zijn of eens zijn met de invulling. Nou, daarvoor staan we hier met elkaar. En ik proef hier brede consensus als het gaat om de besteding. Laten we dat nu met elkaar gaan uitvoeren. Dus van als u nu een besluit neemt vandaag, gaan we daar morgen mee aan de slag. Zo simpel is het in feite. En privacy, ik hoop dat het daarmee wel geborgd is. Volgens mij heeft u zelf een suggestie in deze richting gedaan in de vorige vergadering. En natuurlijk zullen we de organisatiekosten zo laag mogelijk houden. We moeten wel iets organiseren, maar ik heb ook gezegd, ik vind ook in principe dat elke euro op de goede plek terecht moet komen. Maar het is ook belangrijk dat je het zorgvuldig organiseert. En we zullen lokale initiatieven daar ook gaan bij betrekken. Als u nu het besluit neemt, gaan we morgen aan de slag. Dan gaan we lokale organisaties daarin betrekken. Dan gaan we met de middenstand aan de slag. Want dan vraagt het ook nog wel heel nadrukkelijk iets van communicatie. Er zijn ook gemeenten die in het verleden ook met deze regeling hebben gewerkt. En die wat minder goede ervaringen hebben. Dat heeft alles met communicatie te maken. Dus we zullen ook fors moeten insteken op communicatie naar de afnemers toe. En we zoeken dus die samenwerking op. Daar zou ik me geen zorgen over maken. Nou, de enquête, die wordt ook heel belangrijk. Zoals meneer Brink en ook mevrouw Kloekhorst hebben aangegeven. Daar gaan we ook zeker mee aan de slag. Maar we willen eigenlijk nog een verdiepingsslag gaan maken. Om te kijken van, is dit nou waar de behoefte ligt? Of is er meer? Zouden we dat geld misschien volgend jaar op een andere wijze nog kunnen gaan besteden? Nou, daar kom ik dan wel bij u op terug op het moment dat we de uitslag van die enquête hebben. En dat zullen we ook heel erg voerig met u delen. Maar dat gaan we doen het komende jaar. Ik ga nu alle pijlen richten op de besteding van de middelen. Want ik vind ook, dan ben ik het met meneer Reiling eens, dat we die middelen ook nu moeten gaan besteden. Naast de dingen die we al doen, hè, laten we er ook maar helder in zijn. We doen ook al heel veel op dit terrein als het gaat om armoedebeleid. En als het gaat tenslotte, meneer de voorzitter, om de vraag van meneer Kloekhorst, nou, ik denk dat het goed is dat wij die middelen zeker gaan verantwoorden. Dus ik kom graag bij u terug om te vertellen hoe die 135.000 is besteed. Daar heb ik in het begin al iets van gezegd. Dank u wel. Akkoord, voldoende antwoorden lijkt mij en ook een toezegging over de verantwoording. Mag ik het voorstel in stemming brengen? Kunt u instemmen met het voorstel over de besteding van de Klijnsma-middelen voor de meedoendag? Alle fracties hier aanwezig, constateer ik, zijn akkoord met de inzet van de middelen op de voorgestelde wijze. Aldus besloten in deze raad. Brengt ons bij de hamerstukken van vanavond, agenda punt 8. Het lijst ingekomen stukken, raadsvergadering 19 september. U kunt instemmen met de wijze van afdoening. Akkoord, agenda punt 9, de rondvraag. Is er behoefte om gebruik te maken van de rondvraag? Dat is niet het geval. Dan komen wij bij agenda punt 10. De sluiting van deze raadsvergadering. Ik dank u voor uw medewerking en inbreng van vanavond. Ik sluit de vergadering en kijk even naar de klok. Is het akkoord om 8:15 te starten? 8:15 gaan wij verder met de oriënterende ronde. in deze raad. Dank u wel.